TikTok. What can they get to beer tea? Hier in Suriname is er geen democratie meer. Wij gaan allemaal, en ik vraag het aan mijn collega's en al die strijders en al die ondersteuners, om het te tekenen om het internationaal juridisch aan te vechten. Ik kom echt van een ervaring vandaan, omdat ik persoonlijk mijn ervaring kan zeggen. Als je naar een internationale instantie gaat, gaan ze zeggen, je moet eerst lokaal hebben geprobeerd. Maar pas wanneer lokaal niet is geprobeerd, dan mag je elders aankomen. Wat ik wel kan proberen, is het advies. Er is recentelijk in Curaçao, is er een rechtszaak geweest, ook om hetzelfde en de persoon heeft gewonnen. Dat je niet ontslagen mag worden als je niet weggepakt bent. Misschien, als de groep even overstaat, om juridische stappen te nemen, dat die case gebruikt kan worden als jurisprudentie voor Suriname. Kijk, ik ga het nog een keer zeggen. Ja, juridisch is het niet uitgesloten. Ja toch, collega's? Zeker niet. Ja. Juridisch is het niet uitgesloten. Makri takti nakri libi. Wij kunnen ons geliefd Suriname niet gaan verrijken met Curaçao. Oh, de eerlijk. Ja, we gaan hun niet kunnen... Suriname kan je niet vergelijken met andere landen. Ja, zelf niet met Guyana. Zelf niet met Guyana. Want if you taki... Taki wan bestrijd... Dan in begit op de grens. In begit op de Isriforum. Dan maak je maar vrij. Want tegen de man in de haven, de man staat anderhalf meter. Tegen die na plek, de man staat anderhalf meter. Ja toch? Dat is al één punt. Ja toch? Dat moet je alvast beginnen te doen. Maar wij gaan het juridisch wel aankaarten, maar desondanks ook internationaal. Waarom? Omdat het niet een probleem is hier in Suriname. Een jurisprudentie is denkbaar. En een jurisprudentie is internationaal. Dus er zijn bepaalde rechtsregels dat in vorm, dus in alle die rechtsregels in je congres, dan pas ik kan we internationaal. Zij geeft jou al een shortcut. Dus dat moet je doen, dat andere nog. Als ik dat goed begrijp. En if it's like that you... Kosovo naast en naast. Look on, Suriname staat niet op zichzelf. Want wat deze parlement doet, doen ze overal. Serieus, en Suriname is toch een van de betere. Het gaat erom van, power mobiliseren volk. Voor kan knappen, voor kan is een moment om dit te stoppen. Want dit is de enige manier. Hoe gaat u dat doen? Hoe gaan de actie doen? Ik ga eerlijk met u willen zijn. Tritakina Krilibi, u heeft het over het parlement. Yeah. En in het buitenland, dan doen ze het ook. Samsan, maar hier niet. Hier niet. Jadema Schwak en dat komt takken toe. Wat de juiste, de smaakschrift zijn in de coalitie, zijn de eens om partijliefde, om alleen aan de regeermacht nog te blijven, dat is mijn bar, ja. Terwijl achteraf voeding, bakken meer ding. Nee, jullie hebben gelijk. Ja, en ze mogen niet dwingen, tanga dapé. De Arki. If no, they move you a simple voorbeeld. Van jou beschrijf aan parlement. Ja? Dat no. Mij beschrijving, lek wan sorriere, wan papakas. Want wan parlementariër, sanatiefes wan collega van coalitiepartij. En ik kom uit de Nederlandse amai lafamangba. Ja? Dan waar zie je dan de parlement? Dus ik zeg door, ik zeg Pier Borsu, Krintakina, Krilibi. Dit ding, wil ik de totale samenleving vragen, gevaccineerd of niet gevaccineerd. Het gaat niet om de vaccinatie. Het gaat om die dwang. Het gaat om die medische discriminatie. Het gaat om die haatzaaierij. Ja? Het gaat om onheilstichten. Wat ik kan go ala wiki na highway. Go ala wiki na highway. Weekend in Lukufa, nota I play band. Ja, ja. Nota band them I play. Actie you schrift af. Men praat over COVID pasje. Die boy tek ito. Maar kou de eerlijk, uno bekis om mijn maas af vals pasjes. Suma te you tak de no de ete. Na lekva de mij kies de dispensatie pasjes ala dol. Zo a COVID pasjes ei bij ook toe, ei praat ook toe. We moeten onszelf niet voor de gek houden. Daarom zeg ik, gevaccineerde of ongevaccineerde. Het gaat niet om het vaccin. Het gaat om die dwang. Die beleid die is uitgevoerd. Mina ayu negersi. Mate je kot mina ayu na redie mo pa made mo amik. Mina ayu ko infeyanti omdat... Je vaccineert bijvoorbeeld, ik weet het niet, mij niet. Dus
Je moet mij afstoten. En dat gebeurt bij die bedrijven. Dus het is gewoon, wat jij nu zegt, is gewoon dat er bewust tweedeling in de maatschappij wordt gezet. En het gaat juist om die dwang, want die dwang wordt gebruikt om ons, om de bevolking te onderdrukken. Hè? Dus als aan de wereld, maar ik kan maar voor zeggen. Ik niet veel waarom ik dat zeg. Okay. Waarom ik dat zeg? Omdat ik niet wil, omdat ik mezelf heb verdiept wat in die vaccin staat. Er zijn bijwerkingen, ja toch? Dat me nog wat ticking. Dat you of make me Hindustani brada, of me Igi brada, of me Japanese sissa, was not afstand voor me. Maar elke parlementariër, elke politicus weet toch dat. Rulukuja. Ja, meneer, ik praat over politicus, ja toch? Ik praat over de politiek. De politiek is slechts een woord die bestaat uit 8 letters. Ik persoonlijk, ik ben ook een politicus. Ik was ook geweest DNA-kandidaat geweest. Maar wanneer het gaat om land en... ...zal je mij doen naar de bepaalde bedrijven? Ik wil $100 te vaccineren. $100... Ik kon 2400. A 2400, ik koers voor nou. Je poepel poeru, o smelter. Te je tje osiki of te je osiki, je wans doei ni. Dus mes, actie u nga ala sa kafasi. 20 november, en het is internationaal. Hoe laat? 20 november, ik denk 10 uur. 10 uur. Ja? Onafhankelijkheidsplein? Ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Eén ding dat ik me hekel, de DNA, is het huis des volks. Wat betekent het huis des volks? Umag, voetbal drapen. Maar lukken ja poes na poen. Schande. Schande. Foei. En dit, ik wil de regering, de president ook vragen. Is dit wat je hebt bedoeld? Anderhalf jaar geleden op de politieke podium. Is dit wat je bedoelde met hef dit tot de avondklok op? We moeten naar normalisatie. Jij bent al op normalisatie. Wij niet. Wij worden onderdrukt. Wij worden dan bestempeld. En dat mag niet. En als je zegt dat er een antidiscriminatiewet is of anti... Ik ben niet zo... Anticorruptiewet is. Ja, dankjewel. Dit is waarmee je bezig bent. En als wij nu die anticorruptiewet moeten voorlezen... In feite, u bent grota. Heel regering naar DNA. Omdat zij dit. Zij zei dit. Het is mooi om te praten. Maar ik heb het gezegd. De trias politica is niet gescheiden van elkaar. Maar moet er dan geen nieuwe beweging komen om deze onzin? Helemaal. De das om te draaien. Wat zal dat? Luister. Zata Dungru. Neta Dungru Kakri. Die nieuwe beweging begint al. Oké. Het begint al. Met de printen naar de. Het begint al. Ja, dat. En hoe moet ik dat? Kom ik erop nog maar horen. Luko? Ja, toch? Men moet één ding weten. Toch? Deze mensen hebben COVID zo bestreden toen ze in de oppositie waren. Toch? En dat is een van mijn grootste problemen met deze mensen. Toch? Men heeft COVID zo bestreden. Tidena deed die man de naam maakte. Kom men met allerlei bochten. En allerlei regels. Men heeft het OM omgekocht. Minatrobi de Kaurak, de waarheid. Ja. Men heeft het OM omgekocht. De rechters in het Chide, maar lopen de mamoni, dat naar harde man KDC. Toch? Ik vind het jammer dat aan mevrouw die is no de, mevrouw Neus, no de aan de ook tomorrow in assisteen. Want eigenlijk heb ik daar hoe noemelijk van bij de tijdens de vorige regering. Toch? Dat heb ik de office man. Ja, ik geloof me, ik vind het jammer. Oké, okay, Abo. De mensen die nu bezig zijn, baas, een nieuwe beweging. Toch? Er moet een nieuwe beweging komen, broer. Iedereen moet denken dat ik.